Binnenkort wordt die weer georganiseerd, de Dam tot Damloop in Amsterdam. En een van de organisaties die daarbij betrokken is, is de iCare Foundation. Zij hebben elk jaar een aantal renners in het veld, zoals dat dan heet. En van de iCare Foundation zit nu bij mij aan tafel Margreet Geels. Margreet, goedenavond. Zometeen gaan we het even over de Dam tot Damloop hebben, maar eerst de iCare Foundation. Wat doen jullie ook alweer? iCare Foundation is een niet gebonden stichting zonder overheidssteun. We zijn afhankelijk van donateurs die een bijdrage willen leveren aan de strijd tegen onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden. Ja. En wij werken in een aantal landen. Dat is Nepal, Laos, Vietnam, Cambodja en nog in Afrika, Tanzania. En waarom helemaal daar? Ik bedoel, als je dan in Amsterdam, want in Amsterdam zijn jullie gevestigd, hè? We hebben 1 vestiging in Amsterdam, dat klopt. Maar waarom zitten jullie helemaal in die ver weg landen? Ja, dat is ooit ontstaan dat een oogarts op vakantie ging in Vietnam en geconfronteerd wordt met de erbarmelijke omstandigheden van de oogzorg en van de gezondheidszorg in het algemeen in dat land. En hij wilde daar gewoon graag zelf iets aan doen, heeft een stichting opgericht en dat is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een professionele organisatie waar 5 medewerkers werken in Amsterdam. Die zich dus inzet voor die verbetering van die oogzorg in deze landen. Oké. En je zei net al, we zijn een stichting zonder subsidie van de overheid. Dus jullie moeten zelf de broek ophouden. En gaan jullie daarom meedoen met de Dam tot Damloop om zo sponsors binnen te halen? Inderdaad, dat is een van de redenen waarom wij meedoen met de Dam tot Damloop. We willen met onze 100 lopers die we inmiddels hebben. We doen al 10 jaar mee met de Dam tot Damloop als sponsoractie. Mm-hmm. En de 100 lopers die moeten sponsorgeld ophalen voor ons. En op die manier kunnen wij weer een deel van een project financieren. Nou ja, dat zit er dus achter. En ja. De mensen die meelopen met de Dam tot Damloop, nou weten we van onder andere de Blind Run, dat ook mensen die wat minder zien gewoon hard kunnen lopen, als ze tenminste met een touwtje, zeg ik dan maar even oneerbiedig, met een touwtje vastzitten aan hun buddy. Doen jullie dat ook? Niet specifiek. Lopers zijn sowieso welkom bij ons, of ze nou wel of niet goed kunnen zien. We hebben altijd wel een aantal lopers die minder zicht hebben, klopt. En we hebben in het verleden ook 2 keer een hardloper gehad die zelf blind was. De eerste keer dat hij meedeed, liep hij met een hond, een blinde geleidehond. De tweede keer met een buddy inderdaad. Maar hij heeft inmiddels zelf de stichting Running Blind opgericht. Ja. Specifiek voor mensen zonder zicht die willen hardlopen. Oké, ja, Running Blind, dat zit in Rotterdam en die zijn ook betrokken weer met de Blind Run die we binnenkort houden. Maar goed, dat is even een ander onderwerp. Eerst eventjes de Dam tot Dam loop. Leg even uit precies wanneer, waar en hoe mensen zich eventueel aan kunnen melden als ze met jullie mee willen of tenminste voor jullie willen lopen. Vertel. De Dam tot Dam loop. Elk jaar in september, derde week van september, is volgende week zondag, de 20e. We hebben nog steeds startbewijzen, dus mochten mensen nog mee willen doen, het kan zeker. Je loopt 16,1 kilometer, 10 miles. Mm-hmm. Er is ook een korte loop van 5 miles, maar voor ons kun je alleen de 10 miles doen. Hij loopt van, dus ja, zo is het oorspronkelijk ontstaan, van de Dam in Amsterdam naar de Dam in Zaandam. Als je 10 mijl moet lopen, of 16 kilometer, ja, dan moet je toch wel een beetje getraind zijn, want anders dan wordt het moeilijk. Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat er een schoolklas meeliep voor ons. En er was 1 jongen die liep op zijn gimpen en in zijn spijkerbroek. Hij is aangekomen, hij is heel aangekomen, maar het was zeer, zeer zwaar voor hem. Dus het is inderdaad beter dat je een beetje getraind bent, dat klopt. Dus goed getrainde mensen die de iCare Foundation zouden willen helpen met sponsorgeld binnenhalen. Kunnen meedoen aan de Dam tot Damloop. En ze kunnen zich nog opgeven. Nou, leg even uit bij wie. Je kunt heel simpel een mail sturen naar info@icarefoundation.nl. Dan krijg ik die mail direct binnen. Ik organiseer de Dam tot Damloop voor iCare Foundation, voor die 100 lopers. Dus als het bij mij terechtkomt, dan krijg je onmiddellijk antwoord van mij. En dan komt het helemaal goed verder. Jullie willen natuurlijk vooral mensen hebben die een beetje goed in hun vel zitten, gezond zijn en goed kunnen lopen. Want anders haal je natuurlijk geen geld op. Dat ook. En willen we sowieso dat iedereen ook echt de finish haalt. En niet halverwege er iets gaat gebeuren. Dat hebben we natuurlijk liever niet. Maar ook dat mensen wel sponsorgeld ophalen.
De minimumbijdrage die wij vragen aan lopers is 130 euro. Daarvan betalen wij uiteraard het startgeld. Daarvoor krijgen mensen ook een loopshirt. En van tevoren vangen wij mensen op ontvangst met een hapje en een drankje. En aan het eind ontvangen we mensen ook na de damloop. Nou, helemaal duidelijk. Als je de iCare Foundation dus wil steunen, dan loop je mee met de Dam tot Damloop. Geef je op via info@icarefoundation.nl. Margreet Geels van de iCare Foundation, bedankt voor je komst naar de Radio 509 studio. We gaan er zeker een feestje van maken. Radio 509.